De nachtzoen. Het is dat hij een dagje ouder wordt, maar het grootste deel van zijn leven bestond uit nachten. Dat krijg je nou eenmaal als je 's avonds spelen moet. Dan trekken de kroegen en nachtvlinders je. Zijn spraakmakende hartstocht vergezelt hem nog immer. En vannacht wil hij dat we wakker liggen, zodat we later goed kunnen slapen. Deze nachtzoen krijgen we van acteur Frits Lambrechts. Ben jij een nacht- of een dagmens? Dagmens. Vertel eens. Nou ja, het is natuurlijk zo dat ik vanwege mijn vak als acteur veel 's nachts thuis ben gekomen. En op een gegeven ogenblik, als je een dagje ouder wordt, dan moet je terug naar het normale leven over de dag. Want ik sta altijd wel vroeg op. Dus of je gaat een beetje bij tijds naar bed en staat er 's morgens bij tijds op. En anders dan sloopt het je. Ja. Want er is ook een periode geweest, toen dronk ik nog wel eens wat. Mm-hmm. Maar echt sterke drank. En ja, dan gingen we natuurlijk altijd naar voorstellingen. Dan ging je hier nog even het nachtleven in van Amsterdam. En dan? Nou ja, dan werd het zo'n 3-4 uur. En dat hou je niet iedere dag vol. Als je wat ouder wordt, als je jong bent wel. En kan je er dan dus mee stoppen? Omdat het niet lukt? Nee, ik ben ermee gestopt. Ja, ja. Ik ben ermee gestopt. En dit is eigenlijk zeg maar een opbedleg moment. Hè? En ik zou niets liever willen dan dat jij, iemand als jij, tegen ons zegt dat we maar gerust kunnen gaan slapen. Want op de een of andere manier denk ik dat jij inderdaad de indruk wekt dat je heel veel hebt meegemaakt. En dat stelt gerust. Begrijp je dat? Ja, nou, ik wil mensen best altijd geruststellen. Maar ik vind ook aan de andere kant dat mensen het recht hebben om, als ze dus ergens kwaad over zijn, en zeker in deze tijd waarin er zo verschrikkelijk veel tegenstellingen zijn en de dingen gewoon heel anders gaan dan mensen hopen. Hè, als je dus, als je het niet erg vindt, wil ik een aantal politieke dingen toch even. Ja, hè, met die SP-clip die wij gemaakt hebben. Ja. Hè, dat over die pensioengerechtigde leeftijd, 65 naar 67. En dat er oneigenlijke argumenten worden gebruikt. En dat een heleboel mensen die denken, en zeker van sociaal-democratische afkomst, die begrijpen daar helemaal niets meer van. Mm-hmm. Dus er is sprake van een ontwaarding van de politiek. En dat is dus wat ik die politieke leiders van vandaag, en vooral dus bij de Partij van de Arbeid en D66 en al die groeperingen, dat ik ze kwalijk neem dat ze dus daar aan meewerken. Dat je dus steeds grotere groep krijgt die zegt van, nou, ik stem niet meer, want je wordt toch belazerd. Mm-hmm. Nou, daar werken ze aan mee. Dus jij wil ons helemaal niet geruststellen, je wil ons wakker houden misschien vannacht. Ja, en maar om straks nog beter te kunnen slapen.